Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga je heel veel bouwen zien in de schuur. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ga natuurlijk ook wat andere dingen doen. Ik neem je gewoon weer lekker mee. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Zo, wat ben ik brokkelig. Koekoek. Ik ben bij de schuur. Het is vandaag woensdag. Het is even gekke hoek, maar anders... Ja, het is sowieso gekke hoek. In ieder geval, het is vandaag We laten hem zo. Ik ga bouwen. Het is heel vies weer. Het is koud. Maar we hebben een plak deadline. Want volgende week gaat de hele wagen in de latex. Dat betekent dat die hele wagen met papier mâché af moet. Dan kan hij namelijk in de latex. Dat is compleet in het wit. En dan vervolgens gaan we hem schilderen. Dus er is werk aan de winkel. Nou, jullie gaan alleen maar mij zien. Want die mannen willen er allemaal niet op. Helemaal saai dit. Maar wie zijn nou eigenlijk de plopkoppen? Ik dacht, misschien is een voorstelrondje wel even leuk. Dit zijn de plopkoppen. Februari. En Maurice gaat nu de hele wagen latexen. Dat betekent... Ja, ik kan het nu in deze video niet laten zien, want de optocht moet nog komen. Maar dat betekent dat de complete wagen helemaal wit gespoten gaat worden. En ik zei tegen Maurice, ik wil daar gewoon echt bij zijn. Dus ik ben hier nu. Hij gaat zo meteen de hele wagen spuiten. En hierna ga ik naar Katie en Lisa, want wij gaan de smink oefenen voor tijdens de optocht. Dus ja, het is weer helemaal carnaval. Soms werkt mijn hoofd heel raar, maar ik ben onderweg en ik zie zo'n mooie plek met de zon en een weiland. En ik heb heel veel teksten opgeslagen. Die ik mooi vind en inspirerend. Dus ik ben nu een pagina uit mijn notitieboek aan het scheuren en een tekst aan het opschrijven. En daar ga ik zo meteen een foto mee maken. Want dit is fantastisch. Ik sta hier echt gewoon midden aan de zijkant van de weg. En ja, soms denk ik echt, ik ben echt raar. Ik ben echt raar. Maar goed. Als je geen controle hebt over wat er gebeurt, daag jezelf dan uit om te bepalen hoe je reageert op wat er gebeurt. Dat ga ik delen. Het is zondag 12 februari. Mijn vader is jarig. En ik had vanochtend de ochtenddienst met Noah, zo noemen we dat. Hij was 7:15 wakker. Dat is beter dan gisteren. Toen had Sven de dienst en toen was hij 4:15. Dus ik heb mazzel. Ik ben even in de keuken bezig geweest. Die heb ik helemaal netjes. Gisteravond was ik dus bouwen. Ik weet alleen niet of ik daar echt van gevlogd had. Volgens mij niet. Nu gaan we dus naar de verjaardag van mijn vader. En eerst dacht ik ga vandaag ook bouwen. Maar ik zei al tegen Sven,
Ik wil eigenlijk heel eventjes gewoon een dagje thuis blijven. Ik ben zoveel weg. Echt zoveel. En kijk, dit is nog steeds niet af. Maar mijn nagels scheuren ervan. En Sven die zegt, ja hallo, jij wilde het eraf hebben, dus zoek het uit. Maar ik ga wel vanavond proberen om hem over te halen of hij me toch even wil helpen om het eraf te krijgen. Want het lukt mij niet. En ik vind het gewoon zonde om de rapper te bellen voor dit, want dan kost het geld. Ik vind dat gewoon doodzonde. Maar goed. Morgen hebben wij een testrit in een nieuwe auto. Sven wil namelijk een nieuwe auto voor de zaak. Dus we hebben morgen een testrit. En ik heb een kinderverjaardag morgen. Ik moet gaan editen. Ik heb mijn mail. Dus morgen is ook een hele drukke dag. Sowieso is het een hele drukke week. Want het volgende weekend is het carnaval. Maar goed. En ik heb het koud. Ja, toch. Voor korstjes ga je fluiten. Wat zit er nou op voor een bericht? Pindakaas. Dat is toch niet gezond? Hoezo niet? Pindakaas is niet gezond. Jawel. Nee. Ja, daar zitten de meest belangrijke vetten in. Ja, ik vind het echt vies. Ga je naar oma lachen? Ja. Ja, dat is wel anders. Ik kan er niets meer van maken dan lucht. Oh, lekker weer zo'n lege lepel. Nou, zo'n lege lepel nog wel een keer. Oh, het lekker schat. Er zit gewoon echt niks op die lepel. Nee. Hey, dat is op. Heb jij dat opgemaakt? Zijn weer thuis. Sven gaat bomen snoeien in de voortuin. En ik ga Noah op bed leggen en editen. Hey, lekker slapen, moppie. Oh, je bent moe, hè? Noah moe. Papa een flesje maken? Hm? Ja. Papa. Papa. Mama. Leuk kijken. Papa. Papa. Doe zo. Doe zo. Kiezen. Je toet is zo vies. Eigenlijk moet je hier mee dat ze mijn band vallen. Ja. Ik maak nu de laatste tijd vaak met de microvezeldoek schoon. Ja, dat kan je beter niet doen hoor. Want? Want daar zitten heel veel bacteriën op en daar kan hij echt ziek van worden. Een schone doek? Ja. Die komen ook uit de wasmachine. Ja, maar ik heb het toch liever niet dat je dat doet. Hij is wel veel beroerd de laatste tijd. Dus weet je, dan kan je beter... Hallo? Ja, ik ga me omkleden toch? Ja, maar dan kan je beter een billendoekje even onder de kraan houden. Doe maar niet meer met een microvezeldoek van de keuken zijn gezicht schoonmaken. Dat is een beetje raar, hè? Wil je niet? Oké. Ik heb wat spullen gekocht bij de Action en de Hema. En ik dacht, ik wil dat even aan je laten zien. Want waarom niet? Ik ging naar de Action voor een cadeautje voor Caden. Dat is mijn overbuurjongetje. Die is 4 geworden. En die viert zijn verjaardag. En ik had eigenlijk van dat magische klei zand besteld. Alleen dat is al 3 weken vertraagd. Gaat helemaal nergens over. Dus die bestelling heb ik geannuleerd. En ik ging naar de Action voor een cadeautje. Dat heb ik gevonden. Ik hoop niet dat hij het ziet, want letterlijk aan de andere kant van de camera is die verjaardag nu bezig. Dus ik ga het zo meteen inpakken en dan ga ik erheen. Maar ik heb deze gekocht bij de Action. Een afstandsbestuurbare auto. Deze was ongeveer 15 euro. Ik heb bij de Action ook gehaald cadeaupapier. Dat was op. En hoe ouder ik word, hoe meer kinderverjaardagen er om me heen zijn. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan voor Peppa Pig. We gaan voor Paw Patrol. Glimmende ballonnen.
En wit met gouden strepen. Ja, heel veel meer kan ik niet vertellen over cadeaupapier. Maar ik had het nodig, dus ik heb een voorraadje. En ik ga het zo meteen in Paw Patrol inpakken. Helemaal leuk. Ik heb bij de Action zo'n vulling gehaald voor een kussen. Want dit kussen vind ik heel mooi, die hoes. Alleen Sven heeft er nogal een handje van om dan op die kussens te gaan liggen. En dan doet hij helemaal dit en dit en dit. Kijk, en nu, hier zitten gewoon allemaal gaten. En ik heb van Daan Alverink, als je het zo uitspreekt, heb ik geleerd dat je moet zorgen dat je kussens gewoon altijd goed vol zijn. Want anders ziet het er armoedig uit. Ik prop het er gewoon bij. Liever een te strak kussen dan een slap kussen. Ik heb bij de Action deze gehaald. Ja, is gewoon heel prettig. Want op het moment dat je poepluiers hebt, is zo'n zakje gewoon heel erg fijn. Het is wel plastic, I know. Maar met poepluiers is dit gewoon wel echt een uitkomst, vind ik. En die waren op. En dat bedacht ik mij last minute. Ik was helemaal trots op mezelf. Want die had ik niet op mijn lijstje staan. Maar goed, als je naar de Action toe gaat, koop je al snel dingen die niet op je lijstje staan. Wat wel ook op mijn lijstje stond, was tandpasta. Nieuwe tandenborstels. En ik vond dit er wel mooi uitzien. Wij hebben eigenlijk, boven hebben wij elektrische tandenborstels staan. En beneden hebben wij gewoon handtandenborstels in de keuken. Vinden we gewoon chill. En ik vond dit zwart-witte wel heel mooi matchen bij de keuken. Dus toen dacht ik, ik neem dit mee in plaats van een oranje, gele, groene, blauwe, roze tandenborstel. Ik denk alleen dat we wel een beetje in de war raken welke van wie is. Maar deze is wit aan de bovenkant en die is zwart. Dus ik hoop dat Sven het gaat onthouden. Voor de carnavalsoptocht. Als er iets is wat ik verschrikkelijk lelijk vind, is het een huidskleurige panty. Maar met de carnavalsoptocht heb ik het anders gewoon koud met blote benen. Plus voor een carnavalsoptocht vind ik het er wel echt een heel stuk mooier uitzien. En deze heb ik normaal gesproken in het zwart altijd aan. Dus als je een keer een foto van mij tegenkomt of een stukje vlog waarin ik een jurkje aan heb met een panty, is het altijd deze van de Action. En ik heb altijd 15 denier en ik draag een S'je en ik heb dus nu de huidskleur gekocht. Vreselijk lelijk, maar het stond op mijn lijstje. Wat ik eigenlijk ook altijd wel meeneem bij de Action zijn deze microvezeldoekjes. Deze zijn heel erg chill. Laten ook niet van die gekke waasdingen achter. En ik vind dit gewoon een mooi matchen bij de keuken. Dus ik ga altijd voor deze grijs-zilveren doekjes. En nooit voor van die hysterische printjes, want dan krijg ik error in mijn hoofd. Deze zijn trouwens 55 cent. En die panty, ja, alles was waarschijnlijk rond de euro. Behalve die afstandsbestuurbare auto. En dan gaan we naar de Hema. Wattenschijfjes, die waren op. En ik heb trouwens wel af en toe voorbij zien komen dat je ook van die wasbare doekjes hebt voor je make-up eraf te halen. Het maakt me wel nieuwsgierig, want het zou een hele hoop schelen aan afval. Maar dit was niet mijn juiste moment om dat te gaan testen. Ik heb voor Noah bij de Hema een nieuwe tandenborstel gehaald en tandpasta. Geen idee hoe deze gaan zijn, maar ja, we hadden het nodig. Dus ik was eerst bij de Hema en toen dacht ik, die neem ik mee. Een nagelschaar, want mijn nagels die zijn zo ellenlang en die van Noah ook. Dus ik heb, ik kan het niet vinden. Ik weet gewoon niet wat onze nagelschaartjes zijn. Dus ik dacht, ik haal er twee. Eentje voor je handen en eentje voor je tenen. En ik gebruik uiteraard niet voor mijn handen, want ik ga altijd naar Mel. Maar voor Noah is dit wel heel erg handig. Sven zit er altijd aan te bijten. Ik bespreek. Spaar je de details waar ik nagels vind. Maar geloof me, je mag een gok wagen in de comments hieronder. Je gaat het niet gokken. Zo ranzig wat hij met die nagels doet. Maar goed. Ik heb gekocht een broekje. Ik had in de zomerperiode een fietsbroekje gekocht voor over mijn panties heen. En dit draag ik dan onder een jurkje. Ik had toentertijd een elletje. En dat was echt een fietsbroekje. En dan zat er hier aan de zijkant zo'n zakje voor je telefoon. Maar die el is te groot. Ik ben afgevallen. En die lubbert als een gek. Dus ik heb deze besteld. Die had ik opgehaald. Ik heb hem nog niet gepast.
Ik heb wel het gevoel dat ook deze een beetje te groot is. Dat ik misschien beter een S'je kan nemen. Maar ja, dan moet ik hem even omruilen. In ieder geval een Light Control Shapewear Seamless Bamboo M broek. Dit is duur. Dit is bijna 20 euro. Maar goed, ik draag wel heel vaak jurkjes. En dus ook dit soort broekjes eronder. Het zit heel lekker. Tenminste, van deze weet ik het niet, maar vandaar. Jeetje, wat een lang verhaal over een fietsbroekje, Charlotte. Laten we dit verhaal kort houden. Ik heb gekocht voor tijdens de carnavalsoptocht een veel te duur thermo shirt voor 22 euro. Ga ik wel geteld 5 uur dragen. Maar maakt niet uit, hè? Je moet het wel lekker warm hebben. En ik heb voor Noah wat gehaald. Ik zag dit in de sale. En altijd als ik bij de HEMA ben, bij de kinderafdeling, en ik zie daar van die rode stickers, dan moet ik het gewoon meenemen. In ieder geval iets. Dus ik heb een setje meegenomen. Geen idee of hij het gaat passen, want dit broekje is maar 80. Hij heeft een grotere maat. Alleen dit oogde gewoon heel klein. Of heel groot. Dus ik ga het meemaken. Hij lijkt op beeld heel erg roodachtig, maar dat valt echt heel erg mee. Het is een setje. Nou meid, ik ga altijd helemaal goed op dit soort pakjes. Het is velvet. Dit is toch helemaal leuk. Ik ben benieuwd. Ik mocht het nog ruilen, maar omdat het in de sale was, moest dat binnen een week. En aangezien ik te druk ben om naar de wc te gaan op dit moment door die carnaval, hoop ik dat het me gaat lukken. Dus eigenlijk, ik moet dit apart leggen. Ik leg dit hier. Ik ga dit straks gelijk voor hem houden en kijken of het past. Want anders kan ik het morgen nog terugbrengen. Dit was mijn mini action HEMA shoplog. Ik ga nu dit cadeautje inpakken, naar de overkant, taart eten, Noah ophalen en naar Melanie. Goedemorgen. Het was 6 uur. Beter dan 4. Helemaal prima. Helemaal leuk. Wat ga je doen? Nou, je wil met je auto. Oké. Ik ga deze rakker naar de opvang brengen. En dan ga ik editen. Video's maken. Zie? Doei. Noah. Ja, Noah. Mama.